Als de heer even kort mag voorstellen. Begin aan de linkerkant. Even kijken. Ja, klopt, linkerkant voor jullie. Ramon Boekel van Intense, onze SAP-leverancier waar we mee samenwerken. Daarnaast Geert van Teilingen, overigens excuus, business manager bij Intense. Geert van Teilingen, NetApp, strategic consultant. Daarnaast Goshein van der Wouw, senior director van Juniper, EMEA Noord. Walter Kolf, strategic, even goed denken, system engineer van EMC. Welkom. Jeroen van der Kamp, CTO, login consultants. André van der Werf, goedemorgen André, senior engineer van VMware. En daarnaast hebben we Hans Wittenberg van Cisco, CTO. Welkom heren. Ik ga er even gezellig bij zitten. Ik heb de vragen niet uit mijn hoofd geleerd. En ik gooi hem er meteen eigenlijk maar even in. En dat is, de IT-infrastructuur is cruciaal voor het verbeteren van de bedrijfsdoelstellingen. Ik ben heel benieuwd. André, jij reageert direct. Mag ik het woord geven? Ja, ik denk dat het essentieel is als we kijken naar deze stelling, dat we kijken naar de bedrijfsdoelstellingen. En als je dan dat even verder trekt naar de IT-organisatie, is het niet meer zo dat de IT-organisatie een IT-stafafdeling moet zijn. Om echt voor te blijven als business in het bedrijfsleven, zeker in een sterke concurrerende markt, dan moet je ervoor zorgen dat IT niet meer als een stafafdeling gaat werken, maar echt als een centrum die IT as a service echt kan gaan aanbieden. En dat betekent ook tegen zo laag mogelijke kosten opereren. Want we weten in ieder geval dat in zo'n organisatie dat het essentieel is om dit te gaan uitvoeren en daar zeker een sterkere positie van te maken. Ik kan me dus goed concluderen dat jij het er gewoon volledig mee eens bent. Ja, ik ben het er mee eens. Want als je kijkt naar de IT-organisatie, steeds meer mensen binnen die IT-organisatie en de klanten daarvan, zowel intern als extern, die willen IT afnemen als een service. En als je dat vergelijkt met onze hedendaagse leven, waarin we heel makkelijk bij IT kunnen en dat gaan afnemen als een dienst, en die steeds meer gewend raken aan het afnemen van de dienst en dat ook stellen in het bedrijfsleven, ja, dan moet de IT daarop kunnen inspelen. En dat betekent ook dat als je kijkt naar de IT-organisatie, dat we steeds meer te maken krijgen met IT-leakage. En dat betekent dat als een onderneming niet de IT kan bieden die de afnemer gaat vragen, dan gaat de klant, intern of extern, zelf wel op zoek naar die mogelijkheid. Het zij naar een SaaS-provider of naar een clouddienst of wat dan ook. Dus je zal daarin moeten veranderen als IT-organisatie. Goshein, ik zag jou net ook knikken. Ja, ik denk geweldig, de presentatie van Henk. En dat komt op ons af. En als ik het zo zie en ik benijd de mensen in de zaal niet, want dit zijn de mensen die moeten nadenken hoe we hiermee omgaan, hoe we hier controle over houden. Dus ik denk de mensen hier in de zaal, die hebben de allermoeilijkste taak van iedereen in het bedrijfsleven of in een universitair of ziekenhuis. Een of twee feitjes wellicht toevoegend. Antwoord op je vraag ja. Uit een onderzoek dat ik gisteravond toevallig las, blijkt dat de komende 10 jaar de verwachte economische impact van alleen de automatisering van kenniswerkers, dat die $5000 miljard zal zijn, enorm bedrag. En de mensen hier in de zaal moeten dus nadenken, wat betekent het als er 1 miljard smartphones dit jaar op de markt komen? Wat mag ik daarmee? Wat laat ik toe? Wat zijn de policies? Wat betekent cloud voor mij? Moet ik daarover nadenken? Of, ik denk dat cloud is er al. Wat betekent security? Je leest dagelijks in de krant DDoS aanvallen op banken, op elk bedrijf, iedereen hier in de zaal heeft ermee te maken. En hoe hou je dat beheersbaar? Geen simpele taak. Dus ik denk een van de uitdagingen die wij hebben als vendoren, zoals we hier zitten, is het nadenken hoe maken we het simpeler voor ons allemaal? Hoe maken we het beheersbaar? En dat is denk ik een van de taken die wij met z'n allen hebben. En hopelijk praten we daar vandaag over. Het ligt helemaal aan jullie, dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik ga er in ieder geval over praten. Oké. Jeroen, kun je daar iets op aanvullen wellicht? Nou, wat ik zie is, wij doen heel veel projecten in end-user computing. Dus wij komen vooral met heel veel werkplek automatisering en mobility projecten en bring je own projecten in aanraking. En wat we zien is dat de houding van de business ten aanzien van IT, waar vroeger het vooral een kostenpost was, zien we nadrukkelijk dat IT-projecten geen IT-projecten meer zijn, maar businessprojecten geworden zijn.
En want er is al heel veel gezegd en ik moet eerlijk zeggen dat het een hele open deur is, als ik je heel eerlijk vraag. Ik denk dat niemand in de, dat je niemand hier gaat vinden, nou IT, nee, dat is niet strategisch voor ons. Maar de realiteit is wel dat IT-projecten steeds meer businessprojecten worden en ook nadrukkelijk IT-infrastructuurprojecten businessprojecten worden. En dat verandert, vraagt van ons wel een andere aanpak. Wij gaan niet meer van tevoren definiëren precies wat de business moet doen, want dat was 10 jaar geleden en 15 jaar geleden het geval. Maar nu zitten we, en het is al, ik val in herhaling, dus ik zal het kort houden. Maar je ziet dat wij als IT onze rol concreet moeten veranderen. Ik zie Frans knikken. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Kijk, het is bijna een no-brainer zoals aangegeven wordt. Maar ik denk inderdaad dat we veel meer na moeten gaan denken over wat wil de business. Dus, hè, welke applicaties, welke businessprocessen willen we gaan automatiseren. En dat je zeker in de app development, hè, dus of je nou agile of lean development doet, dat je veel meer moet gaan kijken hoe kan de infrastructuur bepaalde taken en rollen daarvan overnemen. Zodat je juist met de business logic bezig kunt zijn, hè, je bedrijfsproces, om dat te automatiseren. Want zoals Henk terecht aangaf in zijn presentatie, er gaat zoveel snelheid en tempo op ons afkomen, dat als we zeg maar dat allemaal alleen maar op applicatieniveau proberen af te handelen, dan gaan we dat tempo nooit halen. We zullen veel meer, hè, de bedrijfsprocessen, die veranderen elk half jaar. Hè, dat is ongeveer de trend die je nu ziet. Een businessproces staat een half jaar en dan wordt die weer veranderd. Als je dan ook je hele infrastructuur moet gaan veranderen, dan gaat dat niet schalen. En dan ga je zeker achterop raken en morgen wakker worden en denken, hey, de wereld is veranderd. Ramon, volgens mij is het bruggetje wat meer vanuit de infrastructuur naar een andere laag toegeslagen. Zou jij daar eens je visie op kunnen geven? Ja, mijn visie is eigenlijk heel simpel. Toevallig hadden we het net voor de meeting al even over hoe kijk je er dan tegenaan, tegen infrastructuur en hoe belangrijk is dat. En ik gebruik daar altijd een leuke analogie voor. IT is eigenlijk een eitje. IT-infrastructuur, IT-visie is een eitje. En dat blijft overigens wel rustig nu in de zaal mee. Ja. Nu dat maakt. Dat valt me ook op. Dus er zitten echt experts. Drie minuten koken, half zacht. Nou ja, een ei bestaat uit twee onderdelen inderdaad. En die moeten goed op elkaar aansluiten. Dat is helemaal waar. En als je zo'n eitje wil nuttigen, moet je hem ook goed koken. Dat ben ik helemaal eens. Maar een ei bestaat uit twee onderdelen. Namelijk de E en de I. In het Nederlands dan. Ik heb nog geen goede Engelse vertalingen voor gevonden. Maar drie onderdelen. Daar moeten we zomaar even aan werken. En de E staat voor enablement. Dus dat is het mogelijk maken van de business vraagstukken die er spelen. Maar ook de komende business vraagstukken. En de I staat voor inspiratie. En die wil ik eigenlijk wat breder trekken. Dus dat is niet alleen IT, maar dat is eigenlijk technologie als geheel. Die moet inspireren om de business op een andere manier te kunnen gaan doen. Nou, als je die twee componenten hebt, dan heb je eigenlijk de hele IT-strategie te pakken. En daar komt natuurlijk ook de IT-infrastructuur uit. Geert? Ja, kijk, als je kijkt naar de IT-infrastructuur, is een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk de informatie en de data die we moeten handelen. We zien ook hoe enorme explosie die erin plaatsvindt. En de uitdaging die dat met zich meebrengt. Wat we ook zien is dat het grootste deel van de kosten van de IT-infrastructuur natuurlijk in de keeping the lights on zit tot vandaag de dag. Dat betekent dat als we willen innoveren en als we bedrijfsprocessen willen enablen, dan zullen we dus het geld niet moeten uitgeven aan het keeping the lights on, maar juist moeten stoppen in nieuwe technologieën zoals waar Intent zich mee bezighoudt, waar SAP zich mee bezighoudt, de big data projecten waar de informatie gecreëerd wordt om de bedrijfsproces te realiseren. En dus wat wij doen is zoveel mogelijk kosten reduceren daar waar je ze eigenlijk niet wil hebben. En als wet van communicerende water laten overvloeien naar de innovatie van de bedrijfsprocessen. En dus volledig aansluiten bij wat het bedrijf wil. En de bedrijven die daar succesvol in zijn en die dat dus al doen, zoals ASML, die zijn dus concurrerend. En die zijn dus continu hun business vooruit. En dat is waar we mee bezig zijn met z'n allen, denk ik. Wouter, er is al veel verteld, maar... Als afsluiter, ja, ik ben het eens met de stelling als het ware zo, IT is ongelooflijk belangrijk. Maar je moet je altijd realiseren van, ja, wat is het? Dat gaat tenslotte om dataopslag, of dataverwerking, of informatieverwerking eigenlijk. En informatie is kennis. En kennis is macht. En als je concurrent als het ware die kennis wel weet als het ware te verzilveren, dan heeft hij een voorsprong in de markt. Dus je moet altijd ook kijken van, ja, wat heb ik aan informatie? En hoe kan ik die informatie snel ontsluiten en aan mijn eigen IT-mensen of aan mijn klanten beschikbaar stellen. Dus dat maakt de IT-infrastructuur ongelooflijk belangrijk nu, maar zeker in de toekomst. Dank jullie wel. We hebben een vraag gesteld bij het aanmelden. Toen net werd er al een klein beetje naar uitgehaald. En het was eigenlijk, waar ziet u binnen de accesslaag de meeste mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren? En het antwoord daaruit kwam, dat was een flexibele toegang overal en vanaf ieder device. Henk die had al wat mooie plaatjes erin.
Hier kwam het al af en toe wat naar voren toe komen. Het publiek hier, wat erop geantwoord heeft, 66% van het publiek denkt dat het ook daadwerkelijk daar vandaan zal gaan komen. Dat is een mooi expertisegebied voor jou. Ja, dat klopt wel een beetje. Het is wat ik er net al zei, dat de wereld aan het veranderen is. We hebben een prachtige keynote erover gezien. Maar de realiteit is dat dit echt onze realiteit is. En we zien heel simpelweg, ik heb een prachtige presentatie gedaan bij DHL in Bonn op een prachtig hoofdkantoor. En Duitsland is nog niet helemaal van bring your own. Dat is een mooi voorbeeld. Die zijn nog niet zo van de consumerization. En ik moest daar een presentatie doen over de trends in end-user computing. En ik zat daar met 30 productlijnmanagers die verantwoordelijk zijn voor IT van 1,5 miljoen gebruikers. Ik vroeg aan hun, doen jullie aan bring your own? Ze zeiden, nee. Oké, van wie is deze iPad van mezelf? Van wie is deze iPad van mezelf? Van wie is deze Mac? En je ziet gewoon dat het de realiteit is waar, zeker als het gaat om kantoorautomatisering, dat bring your own gegeven is. En het is een enorme uitdaging, want we zien ook nadrukkelijk niet alleen maar bring your own mobile device of bring your own laptop of smartphone, maar nadrukkelijk ook bring your own applications. Een ander extreem voorbeeld is BMW, dat is ook een klant van ons. Die heeft 50.000 applicaties. De IT-afdeling heeft de wedstrijd al een tijdje geleden opgegeven, want ze managen nu op dit moment nog maar 600 applicaties. Maar je ziet dat IT fundamenteel aan het veranderen zijn. Natuurlijk geef ik extreme voorbeelden, maar het vertaalt zich ook naar een HR-strategie. Organisaties waar nog heel klassiek met een zware XP-laptop gewerkt wordt en jij zoekt talent, zie je dat het onderdeel wordt van HR-strategie, van we willen talent aantrekken. En een andere vorm van IT heeft nadrukkelijk impact ook op de kansen van nieuwe mensen aantrekken. Dus we zien een enorme cultuuromslag en er wordt niet alleen maar over gesproken, want vroeger hadden we het over consumerisatie van IT. We zien nadrukkelijk dat IT-projecten en strategieën hierop gefocust zijn en steeds meer. En het is niet alleen maar meer over praten, maar daadwerkelijk ook doen. André, als ik even naar VMware kijk, is een van de pijlers momenteel. Sorry, wat zei je? Het is een van de pijlers als we het hebben over... Ja, dat klopt. End-user computing is naast hybrid cloud en software-defined data center de pijler van VMware, als het gaat over end-user computing inderdaad. Wat je voornamelijk ziet, en Henk gaf dat al aan, je kijkt naar een wereld die enorm veel devices kent. Dus het is onnoemelijk en eigenlijk niet meer te doen om al die devices te willen managen. Het gaat niet om het device managen, maar zoals VMware er tegenaan kijkt, manage de applicatie, manage de data in een secure omgeving. En daarbij is de integratie van die omgeving heel erg belangrijk. Dus het samenbrengen van applicaties, virtuele desktop, je data en die seamless aanbieden aan je eindgebruiker is essentieel. En dat, om het om te keren, de gebruiker, en ik zei het al in het eerste stukje ook, die gebruiker ga je niet meer opleggen wat hij moet gaan gebruiken binnen een onderneming. Je hoorde het net al, ze komen binnen met een iPad, een iPhone. Ze willen werken op de manier die ze zelf willen, maar wel in een gecontroleerde manier. Dat betekent dat de IT weer de controle moet terugkrijgen over die omgeving en zich moet gaan realiseren, oké, laten we dat dan openstellen en gebruik maar laten maken van die mogelijkheden, zoals Horizon Suite van VMware, om te zeggen van oké, we kunnen dat op een gecontroleerde manier aanbieden. En we laten inderdaad de vrijheid aan de gebruiker, terwijl de IT de controle houdt. Wouter, hoe kijkt de EMC daar tegenaan? Ja, het is, de gebruiker moet meer en makkelijker bij de informatie komen. En dat betekent ook dat je je security op orde moet hebben. Ja. Want op het moment dat je de deur openzet, zodat je de gebruiker die bij de informatie moet kunnen, makkelijk bij de informatie kan, dan wordt het ook voor iedereen eigenlijk een stuk makkelijker om bij die informatie te komen. En dat wil je nou net weer niet. En dat is als het ware de grote winst die ik ga zien. Dat we nu nog heel erg, als het ware in een gesloten circuit zitten, als het ware de ontsluiting nog erg met heel veel beperkingen toestaan aan heel veel mensen. Maar ja, er moet gewoon een klap komen dat dat opeens open gaat en tegelijkertijd de beveiliging op een veel hoger niveau krijgen, want anders kun je dat dus niet voor elkaar krijgen. Ja, dat is de grootste winst. Ik kan er als voorbeeld noemen, we komen heel veel bedrijven tegen die aan het zoeken zijn om data heel snel met elkaar te kunnen delen op een beveiligde manier. Nou, als ik dan binnen bedrijven kom en ik vraag van oké, welke voor oplossing hebben jullie dan? Ja, we hebben eigenlijk geen oplossing. Maar ja, dan zeg ik van nou, jullie gebruiken toch Dropbox? Nee, we gebruiken geen Dropbox. Nou, als ik om me heen kijk binnen het bedrijf, dan gebruikt iedereen stiekem toch Dropbox. En je weet hoe dat gaat. Je krijgt een acceptpagina van de licentiestructuur van Dropbox voor je neus.
Niemand leest dat, drukt gewoon op ja. Maar niemand weet eigenlijk dat eigenlijk met het drukken op die ja-button je de IP geeft aan de Dropbox-organisatie. Dat weet vaak niemand. En vandaar is inderdaad de security zo belangrijk om inderdaad een geïntegreerde oplossing te bieden onder controle van IT. En dat bedoelde ik ook in het eerste punt met de, zeg maar IT leakage. Iedereen doet maar en patcht er gewoon omheen. Linksom of rechtsom gaan mensen binnen een organisatie, interne of externe klanten, gaan het gewoon doen. Wat ik merk is dat er geen enkele technische oplossing die een eindoplossing is. Ik zie steeds meer organisaties die IP gedreven zijn, dat ze een nieuwe investering doen. Heel erg in het bewustzijn van de medewerkers. Want er zijn zoveel manieren om data te delen en je kan het gewoon simpelweg niet 100% afdichten. Dus een heel belangrijk onderdeel is dat je ook in de mensen, in je collega's investeert en in de eindgebruikers investeert. Dat ze zelf veel bewuster omgaan met data, want je merkt gewoon dat hoe goed je het geregeld hebt, en je moet het regelen hoor. Het blijft toch wel, kijk maar naar nog een laatste een klein schandaaltje rondom de NSA. Je kan doen wat je wil qua beveiliging, maar het blijft nog steeds een mensending. Ja, dat is terecht. Je kan alles delen, je kan alles mailen. Dus dat bestaat toch nog. Ja. Er wordt al snel een uitstapje gemaakt naar beveiliging. Het is toch heel belangrijk. Jullie kapen wel een mooie stelling voor mij weg. Dat is wel bedankt daarvoor, heren. We halen wat tijd in voor je. Heel goed, heel goed. Nou, maar ik denk dat het nog wel een interessante is, wat ik nu merk, als je kijkt naar ICE-projecten die wij bijvoorbeeld doen, waarbij we zeker, want ik ben het eens met de vorige sprekers, bring your own device, choose your own device, of hoe je het ook wil noemen, gebeurt nu gewoon. Maar het is juist belangrijk voor jou als organisatie, hoe ga je daar grip op krijgen? Nou, wat ik inderdaad ook zie bij alle ICE-projecten die wij doen, dat de IT-afdelingen die dan ineens inzicht krijgen in de verschillende devices die zich bevinden in hun bedrijfsomgeving, dat ze daar toch wel van schrikken van die variëteiten. Dus wees ervan bewust dat het absoluut gebeurt als IT-afdeling. Als we naar meer naar het NetApp toe kijken, wat betekent dat voor NetApp? Nou ja, kijk, als je met Bring Your Own Device te maken krijgt, dan krijg je natuurlijk ook te maken met de lokaliteit van gebruikers en lokaliteit van data. De data bevindt zich inmiddels overal ter wereld. Je gebruiker bevindt zich in feite overal ter wereld. We hebben de Twitter plots gezien. Dat betekent dus dat je eigenlijk heel moeilijk kunt voorspellen waar je gebruiker de data gaat benaderen. Dat brengt dus een additionele uitdaging met zich mee. Is hoe brengen we de data zo dicht mogelijk bij de gebruiker, of de gebruiker zo dicht mogelijk bij de data. En daar hebben we dus infrastructurele oplossingen voor nodig, die dat autonoom kunnen managen. En daar zijn dus applicaties voor nodig, die je daardoor beschikbaar krijgt om die data direct zo dicht mogelijk bij de gebruiker te krijgen. We hebben nog steeds te maken met de snelheid van het licht als we het over datatransfer hebben. Daar is nog geen oplossing voor, tenminste er zijn mensen die daar stellingen voor hebben dat die er wel zijn. Maar ik heb ze nog niet gezien. Dus dat betekent nog steeds dat we daarmee te maken hebben en dat we daar dus oplossingen voor moeten realiseren. En dat heeft te maken met hoe brengen we de informatie zo dicht mogelijk bij die gebruiker. Ramon, als je even kijkt vanuit jouw vakgebied, veel meer aan de gebruikerskant, aan de directiekant. Herken je daar wat in over de devices? Nou, wat ik met name herken is consumers van informatie een gelijksoortige ervaring willen, zowel privé als in zakelijk gebruik. En daar moet nog wel een brug geslagen worden om dan terug te komen op die grote XP-laptops die zo nu en dan nog wat gebruikt worden. Ja, ik heb er zelf ook nog één, maar het liefste werk ik natuurlijk op mijn iPad. Neem er zelf gewoon een mooie MacBook Air mee, dat weet hartstikke goed. Het varieert heel erg wat je in bedrijven tegenkomt. Ik ben ook zelf 10 jaar consultant geweest, dus ik heb bij heel veel bedrijven gezeten. En bij de ene had ik een mooie desktop met een TFT-scherm erop. En dat was super hip, een jaar of 8 geleden. En dan het liefst een 17 inch, en dat was hier van het. En als dat nu bij een bedrijf neergezet wordt als werkplek, dan zeg je van nou, ik neem morgen mijn eigen spullen wel mee. Want dan kan ik in ieder geval mijn dingen doen, mijn eigen applicaties. En dat is natuurlijk ook al de eerste vorm van bring your own device. En dat gaat nu met tablets en met smartphones nog verder. Ik zou niet meer kunnen functioneren zonder mail op mijn smartphone. 5 jaar geleden had ik daar absoluut geen probleem mee dat ik mijn mail niet kon lezen. Dus ja, wij zien dat consumers van IT steeds dichter die privéervaring ook in een zakelijke wereld willen hebben. En daar zijn natuurlijk diverse ontwikkelingen om dat te faciliteren, waaronder ook het beschikbaar maken van data. Er ook voor zorgen dat als iemand bijvoorbeeld uit dienst gaat, dat je met 1 druk op de knop een soort disablement kan maken, waardoor die data niet meer beschikbaar is voor die persoon. Nou, dat soort oplossingen, daar moet je over na gaan denken. Gozijn, kun je daar nog iets over zeggen? Ja, ik luister naar een hele boeiende discussie en ik vraag me af over 2 jaar, als we weer hier in Bussum zitten, of we hier nog een vraag over hebben. Ik denk het niet namelijk. Ik denk over 2 jaar is dit zo vanzelfsprekend dat iedereen een bring-your-own-device-strategie heeft.
En natuurlijk, en dat is een hele grote uitdaging, nu moeten we heel goed nadenken over, over onze policies en wat mag wel en niet, over de beveiliging. Maar ik denk aan zich, over 2 jaar is het heel normaal dat als ik in mijn auto stap en mijn TomTom aanzet, dat ook een soort bring your own device wordt. Je noemde geen TomTom. Als je het geldt met precies aan, over 41 minuten ben je een bussen. Dat had ook 1 uur en 41 minuten kunnen zijn. Maar, en dat is knap. En 5 jaar geleden dacht je erover na, betaalde je €5000 voor zo'n device. Nu betaal je €99, zou ik een aanbieding voor de allerlaatste. En wat er qua technologie achter zit, is enorm veel. Ik denk wel dat we met z'n allen, ik heb bij een bedrijf gewerkt waar je 200 verschillende applicaties had voor collaboration. Dan maak je jezelf wel heel moeilijk. En dan is er geen moment, iedereen gebruikt wat anders. Ik denk dat jij dat tegenkomt. En dat je wel afspraken moet maken. Maar wat gebruiken we allemaal? Ja. Bij Juniper Networks, wij hebben wereldwijd 12.000 man, inclusief contactors, die Microsoft Link gebruiken. Dus als wij chatten, als we mailen, als we videochatten, als we webmeeting opzetten, dan is dat één en dezelfde applicatie. En daardoor ga je het ook gebruiken. Ja, als je goed faciliteert naar de IT. Als je 5 applicaties hebt, ga je dat niet doen, denk ik. Nou, dan wordt het lastiger. Dat klopt hoor, dat kom ik inderdaad ook tegen. Link is dan een heel mooi voorbeeld, hè. Dat werkt goed. Als het vanuit de organisatie beschikbaar wordt gesteld, maar als dat er niet is, ik moet regelmatig conferences doen, ook richting het buitenland, dan zet je een Skype-meeting op. Ja. En strikt gezien is dat dan helemaal super secure, maar het werkt wel. Dus ja. Het zoeken van de weg van de minste weerstand om in ieder geval je werk op de juiste manier te doen, dat ontstaat toch. En dat is misschien die IT-leakage waar jij het over had. Dat zijn zaken die ontstaan en daar als organisatie moet je erop voorbereid zijn dat je in ieder geval de basic needs kan vervullen. Hè. Dus weer enablement, kwam weer op het eitje. En een stukje inspireren om naar de toekomst ook andere zaken te kunnen doen. Als videoconferencing, maar ook holographic presence, beam me up, sculpting, dat gaat er allemaal aankomen. Daar moet je wel al over nadenken. Hoe gaan we dat als organisatie beschikbaar stellen en hoe draagt dat bij aan de bedrijfsvoering? Jullie bevestigen nu eigenlijk met z'n allen wat het publiek ook vindt. Grote getalen vinden eigenlijk dat die devices eigenlijk gaan meehelpen binnen het bedrijf. Een volgende vraag die we eigenlijk gesteld hebben aan de aanmelders, is dat we eigenlijk gezegd hebben van taken delegeren naar de eindgebruiker, dat zou ook bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsdoelstellingen. Dat is eigenlijk een vervolg op hetgeen dat we device hebben. Echter, als ik dan kijk over verschillende lagen waar wij het over hebben, als we het hebben over de accesslaag, connectivity-laag en de datacenterlaag, komen daar getallen uit die waar ik even verwonderd tegenaan keek. Binnen de accesslaag denk ik 2,5% van het publiek, connectivity-laag 6% van het publiek. En 11% binnen het publiek denkt dat delegeren van taken naar de eindgebruiker niet gaat bijdragen. Wouter, nou, jij lacht. Het gaat absoluut wel bijdragen, alleen ik denk dat je dan een soort kippen-en-ei verhaal hebt. Je moet er ook aan wennen. En je moet als het ware de eindgebruikers de juiste tools geven. En wederom het woord beveiliging eromheen. Dat ze ook die dingen kunnen doen of moeten doen. Die je als vanuit de automatisering oplegt aan die mensen. Dus er moeten wel keuze zijn. Maar die keuze moet ook weer ingeperkt zijn. En embedded zijn in de processen die erachter zitten. En pas dan kan je end-user automation goed gaan doen. Dus als ik een marketingmanager ben en ik zou een nieuwe campagne voor willen opstarten met zoveel duizend onderzoeken, dan zou ik als marketingmanager een interface moeten hebben die mijn taal spreekt. Dus die marketing dingen tegen mij zegt. En die vraagt, je wil een server, hoeveel cores wil je op je CPU hebben? Of hoeveel terabyte aan informatie ga je verzamelen? Ik heb geen idee, maar ik ga wel zoveel enquêtes in de markt zetten. En ik wil, op die manier moet je zo'n ding gaan doen. Als je zo'n end-user interface kan bouwen, dan pas gaat die marketingmanager zinvol, als het ware, zelf dingen doen. En tot die tijd zal die als het ware gedwongen worden de taal van IT te spreken die hij niet snapt. En dan werkt het niet. Dus er is ook een taalbarrière en een mogelijkheden. Dus die enablement moet beter worden. En dan kan het gaan werken. Ja, nou, daar ben ik volledig mee eens. Kijk, als je kijkt naar een grote klant van ons is Revlon. Maakt lipstick. Je denkt, wat heeft lipstick nou met IT te maken? Ja, heel veel nieuwe producten die ze ontwikkelen worden uiteindelijk gevoed door alles wat met informatie en IT te maken heeft. Op het moment dat zij in staat zijn geworden om die IT-infrastructuur zodanig op orde te krijgen dat zij automation kunnen creëren en daardoor hun developers hun eigen ontwikkelomgevingen kunnen laten opzetten met de klik op een knop, zeg maar, zijn ze in staat geworden om hun projecten 400% sneller af te ronden.
En dus meer projecten in kortere tijd de markt te realiseren. En dat heeft dus uiteindelijk het voordeel dat er sneller en meer diversiteit in lipstick op de markt komt. Ja, dat is maar een heel simpel voorbeeld, maar dat is wel wat het mogelijk maakt. Dus ja, als je dat op orde krijgt en dat is inderdaad in staat bent te doen, dan zul je dus concurrerend zijn naar ja, de core business en de markt waar je je in beweegt. Frans, welke ontwikkelingen zie je daar? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Kijk, ik denk dat wij vanuit de IT-sector, en dat geldt voor ons als Vendoren natuurlijk ook nog steeds inderdaad te veel vanuit een technologiebril daarnaar kijken. Dus ik denk als je automation inderdaad op een normale manier bedrijfskundig gezien gaat neerzetten, doen wij binnen Cisco zelf ook al jaren, zeg maar. Ik kan als bedrijfsvoering kan ik gewoon zeggen hoeveel medewerkers, hoeveel werkplekken heb ik nodig. Die worden automatisch geprovisioned. Binnen 15 minuten zijn die up and running. Als ik er minder nodig heb, kan ik ze afvoeren. En dan kun je heel mooi inzicht krijgen in de kosten van je IT-omgeving. Nou, recent hebben we natuurlijk het Application Centric Infrastructure aangekondigd. Waarbij we nog een stap verder gaan als SDN. Waarbij we eigenlijk zeggen van, je gaat eigenlijk in je IT-omgeving een applicatieprofiel definiëren. En als je de applicatie nodig hebt, wordt eigenlijk de hele onderliggende laag automatisch geprovisioned. Nou, op het moment dat je dat soort dingen kunt gaan doen, dan kun je inderdaad aan iemand van de financiële afdeling meegeven van nou, je wil nu een grote sub-batch sluiten, want je wil de weekafsluiting doen. Nou, laten we een aantal extra servers of extra capaciteit bijschakelen, zodat jouw batchverwerking in plaats van 3 nachten, waardoor je een dag niet kunt werken, of een hele nacht, gewoon in een paar uur gereed is, zodat je je financiële close kunt hebben. En op het moment dat je dat soort automation systemen gaat bouwen, die bijdragen aan de business, dan gaat dat absoluut werken. Jeroen, wat zie jij in de praktijk op dat gebied? Nou, het grappige is, wij doen heel veel rondom self-service migraties. Dat is tegenwoordig heel erg prettig. Of dat business units zelf bepalen wanneer hun desktopomgeving gemigreerd wordt. Ja. Dat de vlag op groen gaan als alle applicaties klaar zijn voor het nieuwe platform. Dus self-service is eigenlijk denk ik een intrinsiek onderdeel geworden van IT. Wat wel zo is, is dat ik ook nog steeds in organisaties kom waarbij genoeg collega's nog steeds een mail uitprinten. En je ziet gewoon heel nadrukkelijk hoe meer je bij de eindgebruiker legt, dat het heel goed gaat, zeker met jongere generaties, maar dat je een enorme gat te overbruggen hebt. En als je self-service gaat doen, het is gewoon een business reason om te doen, want je belegt gewoon IT-taken bij de eindgebruiker. Het is gewoon een concrete manier om kosten te besparen. Maar je ziet ook nadrukkelijk dat je, zeker in oudere organisaties, in jonge bedrijven is het een no-brainer. Maar in oudere organisaties waar veel legacy IT rondloopt, of waar ook gewoon mensen die al 50, 60 jaar voor dezelfde werkgever werken, dat is wel heel extreem, maar goed, je kan je voorstellen. Je moet dat zijn. Even met een pensioenverhoging te maken, denk ik. Ja. Langer blijven werken. Van het punt zitten we in de overheid. Daar gaat self-service echt een mega uitdaging zijn. Dus je moet, het is een grijs gebied. Je ziet nou druk dat IT aan het veranderen is. Het is bijna ook wat het grappige is, self-service betekent ook dat de automatiseringsgraad. Dus jij als IT'er, of u als IT'er, betekent ook dat jullie moeten meer gaan investeren in automatisering. Je ziet ook trends als DevOps bijvoorbeeld voorbij komen, want dat maakt self-service mogelijk. Ik kan erover praten hier, maar je moet zelf concreet... DevOps? Wat zei jij precies, DevOps? DevOps. DevOps betekent dat je operatie runt zoals je eigenlijk productontwikkeling doet. En het is een nieuwe manier van automatiseren die we eigenlijk al gewend zijn in cloud-infrastructuren. Maar dat is niet vanzelfsprekend in enterprise IT. Ik durf te zeggen dat er nog heel erg veel hier handmatig gebeurt. De essentie voor hier is, wil je daadwerkelijk self-service mogelijk maken, betekent dus nadrukkelijk dat je nog een veel hogere automatiseringsgraad moet doen. Hoorzijn? Ja, ik dacht over die vraag na en ik was verbaasd met de antwoorden. 6% geloof ik dat je zei. Ja. Dat is verschrikkelijk laag. En ik vroeg me af, waarom is dat? En misschien is dat ook hoe de vraag is gesteld. Want iedereen, net zoals ik, heeft waarschijnlijk 75% van zijn applicaties op zijn iPhone of wat je ook gebruikt uit de cloud gehaald. En dat, dus als gebruiker heb ik eigenlijk al heel veel macht over alles wat ik dagelijks doe. Dat is mijn gevoel. Ik denk misschien is het antwoord dat iedereen die hier aan de taken zoals iedereen die hier heeft, dat we het nog steeds heel complex maken. En ik denk, ik ben heel benieuwd, Frans, jij noemde even kort al Software Defined Networking. 2 weken geleden hadden we een conference in Sunnyvale bij ons met de 250 grootste operators in de wereld. En in die wereld heet dat dan meer Network Function Virtualization, maar volgens mij zijn dat dezelfde ideeën en begrippen over een aantal jaren. En ik denk de discussie daar was, als je de slides van Henk zag, daar zie je Facebook, je ziet Google, eigenlijk al over de top vendoren. En ik denk dat er een spel is vanuit de IT-mensen en beheerders en operatiesmensen, hoe houden we controle en krijgen we controle terug. Dat er een spel is vanuit de operators.
En er zitten een aantal volgens mij ook in de zaal. Van hoe maken we het netwerk zo simpel dat we heel gevirtualiseerd services over het netwerk kunnen sturen op het moment dat een klant die wil en die makkelijk aan en uit kan zetten. En ik ben heel benieuwd wat de komende 2-3 jaar gaat brengen, maar dat is wel een hele boeiende tijd. Dat is echt een leuke tijd op dit moment. Als we een trendsetter hebben, is misschien wel VMware. Wat gaat de komende 2-3 jaar brengen? Nou, wat je in ieder geval ziet is dat, en ben ik eens met de vorige sprekers, is dat je steeds meer integratie krijgt van je bedrijfsproces naar je IT-processen. Omdat als dat niet gealigned is, krijg je een mismatch in wat je aanbiedt aan de organisatie versus wat de taken zijn van die organisatie, het zijn gebruiker. Dus als je daarnaar kijkt, zijn er zeker stappen te maken. Als je kijkt naar 1 of 2 of 3 jaar weg, dan gaan wij nog verder in de virtualisatiegraad. Om netwerken door te trekken, storage door te trekken, zeker in het software-defined data center. En alles, je workload seamless maken. Of je nou kiest voor public cloud of naar private cloud. Je kan zelf bepalen, maar wel onder dezelfde controle en eigenschappen die je wenst in je organisatie. En om dat meer te laten samensmelten, geef je de organisatie ook meer de keus om de beursten van workload, wanneer ze dat nodig hebben, het afbouwen van workload. Zeker de integratie met end-user computing is dat, en dan spreken we over DaaS, dus desktop as a service, die route gaan we gewoon op. Er is daarnet in alle gesprekken, komt er steeds weer naar voren toe, en dat is beveiliging, security. Ik heb hem hier eigenlijk gedeponeerd als zijnde van, security krijgt niet de aandacht die het zou moeten krijgen. Ramon, jij zit heel erg aan de business kant. Als ik het over beveiliging heb, zie je daar iets in terug? Nou, beveiliging is belangrijk, dat laat dat voorop staan. Maar het voorbeeld van de NSA geeft ook denk ik aan dat als ze iets willen, dan komen ze er toch bij. Dat is een beetje hetzelfde als in je huis. Wij hebben een nieuwbouwhuis en daar moesten voor de verzekering allemaal politiekeurmerk en dievenklembalken achter de deur. Nou, alles moet je doen om de verzekering een paar procentpunten naar beneden te krijgen, dus dat doe je dan. Maar uiteindelijk, als ik een hele mooie tablet op tafel heb liggen of een mooie tv heb staan en ze komen langslopen en ze zien die tv, dan komen ze hem toch halen. Een voorbeeld, even helemaal los van de IT. Mijn tandarts, dat is een neef van mijn vader, dus daar hebben we vaak ook naast de tanddingen, hebben we ook nog andere gesprekken mee. Die vertelde dat hij een nieuwe BMW had gekocht. En die stond bij hem op het pad een paar dagen en er kwamen een aantal mensen aan de deur. Een beetje uit Oost-Europa, om niet te specifiek te zijn. En die vroegen netjes om de sleutel van de auto. We komen hem ophalen, dus hij dacht, nou, misschien een garageafspraak. Dat zou kunnen, misschien heel vreemd. Hè. Ze zagen er nogal uit alsof ze monteurs zouden kunnen zijn. Echte self-service. Echte self-service, inderdaad, ja. Get your own device. Ja, pas get your own device. Ja. Ja. Niet bring your own, maar get your own. Take it away again. Ja. Dus hij zei, nee, dat ga ik niet doen. Dat ben je helemaal gek. Dus hij heeft de deur dicht gegooid en hij heeft de politie gebeld. Security. Deur op slot, alarm op het huis. Inderdaad, de politie die heeft een aantal nachten daar voor het huis langs gereden. En er gebeurde natuurlijk niks. Want ja, die mannen waren ook niet gek. Die dachten ook, nu staan ze allemaal goed scherp. Dus we gaan nu niet terugkomen. Maar een week later, inderdaad, ruitje ingetikt. Alarm was daadwerkelijk afgegaan, maar ze hadden de sleutels snel te pakken. En de auto was footsie. Ja, dan is je security op en top. Politie is voor de deur, maar dan kom je er toch niet mee weg. Dus ik denk dat de clue ook, met name ook in IT, is dat je moet ontmoedigen. Je moet ervoor zorgen dat de data die beschikbaar is in je organisatie niet makkelijk te krijgen is. En ook misschien niet altijd even interessant is, omdat andere partijen daar niet direct iets mee kunnen. Ik denk dat daar de toekomst van security in zit. Ik denk dat we een aantal dimensies bij zijn gekomen die misschien nog niet iedereen zich beseft. Hè. Vroeger gingen we uit van wie mag waarbij en wanneer. Dat er tegenwoordig ook is vanaf welke locatie, vanaf welk device. Dat daarnaast met de hele cloud discussies, hè, hybrid clouds, private public clouds, dat ook cybersecurity organisaties binnen is gekomen. Dus dat je daar degelijk bewust van moet zijn dat die extra dimensies erbij zitten. En dat wij misschien soms nog zo af en toe denken van ja, als we weten wie wanneer waarbij mag, dat we er dan zijn en die andere dimensies vergeten. En die dimensies die zijn iets groter en hebben iets groter impact. En daar zijn toch iets andere type mensen mee bezig om daar misbruik van te maken. Dus dan moet je ter dege van bewust zijn. En ik hoop dat iedereen dat is. Nou, er zijn overheden structureel mee bezig. Dan heb ik het niet over NSA. Wat we gewoon letterlijk zien is dat er onder water eigenlijk een soort derde wereldoorlog gaande is. Ja. En dat is op het gebied van cybersecurity.
We deden ooit een keer een presentatie met Microsoft en zat bijna niemand in onze presentatie, want de andere ging over dit onderwerp. En het is fascinerend om te zien dat vanuit China er government-funded programma's zijn. Als jullie een bedrijf hebben dat IP hebben, weet je zeker dat, tenminste pogingen gedaan worden om gehackt te worden. En iemand vertelde me eigenlijk nog een veel schokkender voorbeeld. Er komen 2 miljoen afgestudeerden per jaar die in de IT en dergelijke zitten. En ze worden door de Chinese overheid betaald om 5 jaar lang voor een bedrijf te werken. Nou, dan wens ik je succes met je security. Heb je een briljante Chinees aangenomen. En hij haalt gewoon letterlijk, hij wordt gewoon medewerker van het bedrijf. En voor je het weet komen, mogen ze weer na 5 jaar lang terugkomen. Wordt goed gezorgd voor je gezin. Dit is geen broodje aap verhaal. Dit is de realiteit waarin we leven. Dus het is een double-edged sword wat dat betreft. Je kan zoveel mogelijk dichtzetten. Je kan iedereen opleiden. Je moet het doen. Maar bewustzijn rondom security is moet eigenlijk nog veel groter zijn dan misschien nog een paar jaar geleden. Geert, heb jij daar iets op toe te voegen? Ja, kijk, je ziet natuurlijk dat functionaliteit en beveiliging gaan vaak omgekeerd evenredig met elkaar om. Hè. Als je bring your own device alleen al brengt, over hebt, dan is dat, bestaat er bijna haaks op security. Dus dat is een enorm lastig fenomeen. Dat betekent dus dat je inderdaad alles te maken hebt met vertrouwen van mensen en bewustwording van hoe met de data om te gaan en met je gegevens om te gaan. En dat is een wel belangrijk aspect, is zeker onderbelicht, maar is een interessante uitdaging. Waar we met z'n allen met hart over nadenken, denk ik. Ja. Goed, fijn. Ja, je noemt bring your own device. Ik denk dat we daar wel redelijk oplossingen voor hebben. Dat hebben we wel redelijk onder controle middels en daar zijn veel technologieën voor. En ik denk 2 constateringen. 1, we zien een verschuiving van de threat van met name die campus- en brancheomgeving naar aanvallen op datacenter, op DDoS. Vroeger was de hacker was de student die had tijd over en die vond het leuk om eens te kijken hoe ver kwam die. En tegenwoordig zijn dat legers, structurele, letterlijk, Chinezen ja. Of maffiabenders uit het Oostblok. En wat we een beetje aan het doen zijn, is een defensieve strategie van er staan een kanon en we bouwen een muur en die kanon wordt groter, we bouwen een grotere muur. En de vraag is, houden we dat vol of moeten we andere dingen verzinnen? Deceptie, technology, Mykonos van onze software is zo'n voorbeeld, denk ik. Ik denk dat we die kant op moeten gaan. Je ontkomt er niet aan als je profiling data gaat verzamelen, je gaat een attacker database verzamelen. En daar geloven we in, dus dat zijn we ook aan het doen. Maar je ziet ook dat op een gegeven moment weet je dat er Chinezen achter zitten. Of mensen uit het Oostblok. En dan wat? Op het moment dat overheden daar gezamenlijk niet afspraken over gaan maken, dan kun je nog steeds niet heel veel. Dus je bent nog steeds in die red race gewikkeld. Ik denk dat er veel gaat gebeuren. Iedereen begint dat in te zien. De overheden beginnen er samen te werken. Er zijn enorm veel platformen opgericht voor discussie. En ik denk dat wij veel offensiever moeten worden. Het is een onderwerp waar we nog heel veel over kunnen vertellen. Volgens mij komt de koffie er zo dadelijk ook aan. Oh, ik heb nog 1 opmerking. Blijf ik even zitten. Ja, hè? Dat is heel goed. Ik heb nog 1 vraag aan jullie. En daarbij meteen dus de melding dat het antwoord wat jullie gaan geven, dat houdt deze mensen hier op om naar de koffie te gaan. Oh, sorry. Wat willen jullie nog meegeven aan het publiek? Mag ik bij jou beginnen? Ja, ik denk dat ik 3 belangrijke dingen heb. Inderdaad, de veranderende rol van IT. Het kwam in de keynotes naar voren en denk hier ook een hele discussie. Ik denk fundamenteel, dat geldt voor ons als Cisco zijnde, maar ook voor jullie als klant zijnde, maar ook voor jullie als businesspartner zijnde. De rol van IT is aan het veranderen. Dus hou dat goed in de gaten. Bekijk ook de mogelijkheden, hij kwam al even voorbij, de Internet of Things. Alles is, we zijn nog maar 1% is nog maar connected met het internet. En ik denk dat de mensen buiten de IT-industrie aan de businesskant zo eigenlijk hele mooie mogelijkheden gaan zien. Die inderdaad die 14,4 miljard business shift, want het is een business shift, aan waarde gaan zien. En als laatste, ja, hou de application-centric infrastructure in de gaten. Want dan ben ik met jullie eens. De komende 2-3 jaar gaat er op dat niveau een hele hoop veranderen die het voor IT-afdelingen een stuk makkelijker gaat maken. André? Ja, daar kan ik me volledig bij aansluiten als je kijkt naar de initiatieven die wij ontplooien. Die wijzen die richting op. En dat kunnen we niet alleen doen, dat doen we natuurlijk met al onze partners. Dus dat wil ik ook als boodschap meegeven, dat ja, je staat daar niet alleen in. Kies daar in ieder geval de goede partners voor. We hebben enorm goede IT-partners daarin. Als je kijkt naar de transformatie van de IT, we hebben 2,5 jaar geleden zeg maar de journey to the cloud ingezet, waarbij we gaan kijken van oké, in welke fase van een bedrijf IT zit.
En dan hebben we drie fasen gedefinieerd. Dat is IT production, de hoge mate van virtualisatie, business production. Dat gaat over business critical applications virtualiseren. En dan naar IT as a service. Als je kijkt waar je staat en je doet een gap analysis en je weet wat je nog moet doen en waar het bedrijf zeg maar vraag naar is, dan kan je daar dat gebruiken om je initiatief te ontplooien en echt te groeien naar IT as a service. Jeroen, wat wil je? Ik ga een kort antwoord geven, want jullie willen naar de koffie. Kom uit je comfortzone en ik hoef niet uit te leggen waarom. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen. En zeker als je een nieuwe IT wil vormgeven en nieuwe strategie wil vormgeven, is het vooral belangrijk dat je uit je comfortzone komt. En het is een cliché, maar je moet het samen met de business doen. Ik denk dat het goed is om zo meteen koffie te drinken, dus dat was hem. Wouter. Ja, aansluit erop, kom uit je comfortzone, blijf leren, want het verandert. En als je nu stopt met leren en je denkt dat gisteren goed was, morgen goed genoeg is, dan kan ik je beloven dat dat overmorgen absoluut niet meer het geval is. Je moet mee, je moet veranderen. En het is een geïntegreerde infrastructuur die we aan het bouwen zijn. Dus het gaat van links naar rechts over alle disciplines. Dus probeer er niet één ding uit te halen en dat goed te doen, maar bekijk het integraal. Gozijn? Ja, ik vond het leuk, de Yves, een inspiratie die hij zei. Dus hopelijk dat we z'n allen hier vandaag een heel stuk inspiratie en een of twee mooie ideeën opdoen. Ik denk vanuit de vendors, wat ik hier in deze sessie heb geleerd, is dat we meer moeten samenwerken. Hoe maken we het simpeler? Nico, een van onze mensen, die zal ook over software-defined networking praten. Ik denk, hoop dat daar een interessante discussie over hoe maken we dingen simpeler. Dus simpel en inspiratie. Ja goed, ik denk dat het een herhaling is. Maar goed, wat belangrijk is, is denk ik de organisaties die succesvol zullen zijn en willen zijn, die zullen hun innovatie inzetten, hun IT gebruiken om innovatief te zijn, een enabler te creëren en daarbij nieuwe technologieën in te zetten om slagvaardiger richting hun eigen core business te zijn. Dat is waar we met z'n allen mee bezig zijn. Ramon. Ja, real-time informatie, dat is wat ik mee wil geven. Dat is de toekomst. Steeds sneller toegang krijgen tot de relevante informatie op een relevante plek, op een device, naar keuze. En nu ga ik het echt stoppen ook, want iedereen wil nu echt koffie drinken. Ik ben ook de laatste van het rijtje. Vertel. Ja. Over 10 minuten ben ik klaar met de speech. Nee, ik begin zo aan mijn eigen presentatie, dus ik wil jullie uitnodigen om straks naar mijn presentatie te komen. En ook dan. Heren, bedankt. Blijf nog even zitten. Oké. Okay.